Als Tini bij haar moeder is in Amerika, dan moet ik zelf boodschappen doen. En dan doe ik dat één keer per week, zo kort mogelijk, net versluitingstijd. Dat ik zo kort mogelijk in de winkel ben. Ja, dus minimaliseren van het lijden, zeg maar. Ja. Dus ik heb niet zoveel nodig. Dus ik kijk dan inderdaad naar wat het goedkoopst is. Lance heeft wel, Amerikaans zouden we zeggen, dan two strikes against him already. Want zijn vader deed ook wel 0,0 in huis. Ik kijk altijd goed naar de prijs. Dat is natuurlijk het stereotype wat een econoom dan doet. Ja, we leven natuurlijk nu in een crisis. De regering heeft net ons verteld dat we het volgend jaar ook weer met minder koopkracht moeten doen. Dus ja, het is toch op de kleintjes letten. Maar economie is breder dan dat. Het gaat eigenlijk over alle keuzes die mensen maken en waar kosten en baten aan zitten. Nou ja, geld is één aspect, maar er zijn ook andere dingen die schaars zijn. Denk aan je tijd, aan je energie. En ja, wat kun je doen met je tijd? Je kunt het stoppen in werken alleen voor jezelf. Of je kunt ook investeren in relaties bijvoorbeeld. Dus ja, economie gaat daar ook over. Hij is heel intens, maar heel liefdevol als hij er is. En ook als ik weet dat hij heel druk is en moet ik hem spreken over iets, dan is hij bereid wel om te stoppen en te praten met mij. Dus dat... Hij is wel heel intens, maar hij heeft wel tijd over voor mij. Hij is geconcentreerd, hij heeft heel veel focus. Hij weet wat hij wil studeren en hij weet wanneer dat moet gebeuren. En ik ben heel spontaan, dus dat gaat niet altijd samen. Dus ik heb bijvoorbeeld, dan wil ik dit of dat weten. Hè? En dan wil ik meteen zijn kamer binnenkomen en zeggen, hey Lance, what about that? En dat vindt hij niet leuk. Een van de elementen van dit leven is dat we het leven niet in controle hebben. Dus we kunnen de toekomst niet voorspellen. En nou, economen noemen dat risico. En risico heeft gewoon te maken met de beperktheid van de mens. En ja, het enige wat we mensen eigenlijk kunnen beloven in de toekomst is dat we de koek die we met elkaar maken, dat we die een beetje eerlijk met elkaar delen. Ja, ik denk dat mensen zich daar bewust van moeten zijn dat ze het leven en met name hoe de economie draait. Ja, er zitten heel veel risico's aan. En ja, ik denk dat het belangrijk is om onze zegeningen te tellen, maar ook voor te bereiden zijn op ja, dingen die beter gaan of slechter gaan. Hij was altijd happy, maar dat heb ik dan later begrepen dat Nederlanders als de zon schijnt, zijn wel ontzettend happy. En in Californië, waar we hebben elkaar leren kennen, schijnt de zon praktisch altijd. Dus Lance was gewoon heel vrolijk. Hij was heel bruin. Zou je hem niet herkennen nu. Heel bruin. Dus zijn haar was al echt wit blond van de zon. En, ja, er is niet zoveel meer over. Ja, er zijn ook mensen die zijn erg voor het economie van het genoeg. We moeten gewoon tevreden zijn met wat we hebben. Ik denk dat dat tegen de menselijke natuur ingaat. We willen het altijd beter krijgen. En ik denk dat het ook een hele goede menselijke impuls is. Om ja, betere gezondheidszorg te maken, beter onderwijs, de wereld gewoon beter te maken. Altijd lekker om 's avonds boodschappen te doen, is niet zo druk.